Youssef El Jebli, eventjes naar de toekomst. Jouw contract loopt af. De club wil wel met jou verder. Dat weet jij, neem ik aan, ook. Ja, klopt. Ja. En wat wil Youssef El Jebli zelf? Nou, ik heb tot 1 maart om een beslissing te nemen. En, mijn zakenwaarnemer is nu toevallig op vakantie. Dus ik wacht even tot hij terugkomt en dan gaan we met de club in gesprek. 1 maart, dat is snel. Ja, klopt. Maar het is nog veel. 1,5 weken, denk ik. Genoeg tijd om goed erover na te denken. Maar je bent er toch wel uit? Jawel, maar we moeten nog even praten over het contract. Tuurlijk, ik wil hier graag blijven. Het is een mooiste club waar ik ooit heb gespeeld. Ik ben goed met het publiek, met de spelers, met iedereen. Dus ik denk wel dat we eruit komen. Dat hebben we laatst ook kunnen zien, hè? Meezingen zelfs na afloop. Ja, met de spinnenkop. Ja, dat was mooi. De jongens zeiden, neem even je moment. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er even in. Dan kun je niet meer stuk, hoor. Nee, maar het was ook leuk om te doen. En misschien komt er de volgende keer nog 1 keer. Dus dat we nog een keer doen. Maar het was leuk om te doen. 2 jaar ligt er voor je klaar? Ja, klopt. Ja. Nou ja, tekenen. Ja, we gaan het zien. Kijk, ik moet niet zo mogelijk een besluit nemen. Maar... Trainen wil je er ook gewoon graag bij houden? Ja. Ik heb met een trainer een goed gesprek gehad. En ook met die spelers die zeggen, gewoon lekker bijtekenen. Maar we moeten niet snel de beslissing nemen. Lekker rustig even met de club goed in gesprek. En dan hopelijk een krabbeltje zetten. En nu nog je basisplek terug. Ja, de trainingen gaan goed. Ik ben weer lekker fit en zo. Dus hopelijk krijg ik weer morgen een minuut om mezelf te bewijzen.